Het broedseizoen is begonnen. Alleen ja, dan komt weer die kwetsbare natuur om de hoek kijken. Je hebt heel veel vogels die toch op de grond broeden. Pak gewoon een patrijs, maar ook een gele kwikstaart. En alles zit feitelijk aan die kant op de grond straks rustig te broeden. Ja, en dat is dan toch wel een heel groot afbreukrisico als je dan daar een viervoeter doorheen laat banjeren. Want het verjaagt gewoon de vogels die op dat moment aan het broeden zijn. En die legsels zijn kwetsbaar, dus als je pech hebt, is het nest verloren gegaan door dat bezoek van die viervoeter. Staatsbosbeheer beheert de uiterwaarden bij Afferdeur en Deest en is het daarmee eens. Als iemand gewoon netjes een hond aan de lijn heeft in zo'n gebied, gaat er over het algemeen niets mis. Maar op het moment dat mensen zich niet aan de openstellingsregels houden en hun hond los laten lopen op plekken waar het niet mag of kan, ja, dan kan er verstoring optreden. Zijn er veel mensen die de honden niet aan de lijn houden? Ja, helaas meer dan dat je zou willen. Volgens IVN komt dat omdat er geen aangewezen hondenlosloopgebieden zijn. Ik gun namelijk toch de hondenbezitter absoluut de vrijheid om zijn hond los te laten, maar doe het dan op een gebied waar het gewoon kan. Daarom zou een oplossing kunnen zijn om feitelijk dit gebied, zo richting de Veerdam, om dat aan te wijzen als een hondenlosloopgebied. En waarom zou dat een goed idee zijn? Nou, omdat in feite in dat gedeelte eigenlijk maar weinig broedende vogels zich huisvesten. Dus eigenlijk zit daar vanuit de natuur qua kwetsbaarheid een minder groot risico. Maar Staatsbosbeheer vindt dat geen goede oplossing. Wat zou je van die oplossing vinden? Ja, maar dat is de vraag dat op deze plek moet. Want in feite is het zo dat het natuurgebied wordt beheerd als een natuurgebied. Mensen kunnen gewoon lekker met de hond er naartoe. Je kunt ook je hond aan een lange lijn doen, dan kan die lekker een beetje rondrennen. Maar loslopen in dit gebied, omdat het beheer ook is met hondbegrazing, dat kan gewoon niet. Mochten mensen toch opvallen dat het broedproces verstoord wordt, roept Staatsbosbeheer op om dit vooral te melden. Momenteel gaat het in de uiterwaarden heel goed, waar gestruind mag worden. En als er echt plekken zijn waarvan gezegd wordt van hey, daar moeten we even goed naar kijken, laat mensen het alsjeblieft melden bij ons. En dan kijken we altijd mee. Maar zover nu bekend is dat niet aan de orde. Toch nog een beetje goed nieuws voor IVN. Op dit moment staat het water nogal hoog en het is lastig voor mens en hond om de plekken te bereiken waar er gebroed wordt. Je kunt er momenteel gewoon niet komen, maar we hebben nu al jaren meegemaakt dat het hier wat nu vol staat met water helemaal droog valt. En dan is het dus een probleem als mensen. En dan is komen, het makkelijk toegankelijk. Je steekt het over als eenmaal het een beetje opgedroogd is. Ja, en dan kun je zo met de viervoeter het gebied in. Het advies van Haafden luidt dan ook. Je moet in dit jaargetijden tot en met eind juni moet je het gebied eigenlijk niet benaderen. Je moet het met rust laten. En dat is wel heel belangrijk.